welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik hoor het weer, sorry dat het regen is. Zo één keer zo vroeg op. Zijn we niet gewoon? Nee, dat klopt. Ik ook niet. Maar wie is omstandigheden? Zo. Zo. Ik was polis vanmiddag. Dus de eerste sneeuw is gevallen. Kun je daar trouwens zien. De poenenbak. Kijk. Je ziet het ook. Wel super leuk eigenlijk dat hij aan het vallen is. De sneeuw. Ik hoop dat hij blijft liggen. Dat Enzo er misschien toch nog van kan genieten eigenlijk. Want Enzo heeft nog nooit sneeuw gezien. En dat zou wel leuk zijn. Moest Enzo voor de eerste keer toch de sneeuw kunnen meemaken. Want het is niet zo vaak dat het sneeuwt eigenlijk. Dat weten jullie ook allemaal. Ik ben ondertussen aan het live gaan. Dus dat ook nog. Daar staat trouwens de camera. Maar ik vond het wel belangrijker even om te filmen. Maar even als je ziet, jongen, de eerste sneeuw, mensen. Ik weet niet of het goed overkomt in de vlog eigenlijk, maar je ziet echt dat er vlokjes vallen. Dat vind ik super leuk eigenlijk. Ik hou van sneeuw eigenlijk wel. Ik vind dat als het winter moet sneeuwen, maar ja, natuurlijk heb ik wel liever dat de sneeuw blijft liggen. Want dan kun je erin spelen, kun je sneeuw aan maken. En dat vind ik wel het leukste. Maar ja, we hebben geen wortels. om te doen. Maar ik ga eerst eventjes, ik ga even naar de garage om dat licht uit te doen. En dan kom ik zo bij jullie terug, hè. Kijk jongens, de eerste sneeuw. Mijn licht even hieruit doen. Wow, kijk. En op de daken ligt er ook sneeuw, zie je? Prachtig toch? Prachtig, de eerste sneeuw. Is aan het vallen. Tof, hè? Ik heb al sinds mijn 7 jaar een slee. Dat is hem trouwens. Maar de sneeuw valt niet. Nee, valt wel. Maar het blijft niet één. Ik ga het zo zeggen. Dus, voilà. Doe je even gebruikt voor de foto. Dus we zetten hem even terug. Waar hij vandaan komt. En hopelijk is er ooit een dag dat de sneeuw blijft liggen. En dat we kunnen zeggen, we kunnen mechanisch zijn, ik altijd tegen de genie. Vanaf er sneeuw valt, ben ik weg, hè. Ik kom met je slee af. Hè. Omdat Enzo echt nog nooit sneeuw heeft gezien. Een beetje aan het huilen, maar hij is ook een beetje ziekjes daarmee, dat hij ook zoveel huilt. Dus, daarmee. Voilà. Zo. Boe. Voilà. Ik weet het, dat ik niet heel veel gevlogd heb, maar ik ga toch nog een paar dingen vloggen voor juni. Dus ga ik sowieso nog doen. En ik ga even ijs pakken. Zo. Voilà. Zo, ik ga dat hier hangen. Dit zijn namelijk foto's. En zo, gieten en cirkel dus. Ik ga die hier hangen. Zien hoeveel mensen gaan opvallen als dat in de live komt. Nee, is genoeg. Zo. Dat is de hoogte dan een beetje, denk ik. En hier zo. Gaan we dat hangen. Zie je dat ik. Yes. En hier ook
die moeten nog altijd wel makkelijk loskrijgen. Dus dat is hier, ik weet niet wat de juiste hoogte gaat zijn. Maar we gaan dat wel zien als we daar komen. Nu gaan we naar boven, want we moeten ook nog iets ophangen daar. Dat zou ik ook nog doen. Mee naar boven. Zo. Ik neem je mee. Ik neem je mee naar boven. We hadden het licht kunnen aansteken. Dat hebben we niet gedaan. Maar het licht marcheert toch niet, dus heel leuk eigenlijk op zich als je dat juist wilt vloggen. Dus het licht dat niet marcheert. Kijk, want dan heb je zo donker, hè. Oké, we gaan even het licht aansteken hier. Voilà. Dus even kijken waar we die poster kunnen hangen. Ik denk dat we die eerder daar kunnen hangen eigenlijk. Het is zo wat in het midden daar. Ik denk dat ertussen past. Die hier. Is perfect, hè. Daar gaan we die hangen. Om te zien of ik die ergens kan opzetten. Kom, maar dat is natuurlijk wel zwaar. En dan ga je die. Gaat hangen en dan ga ik... Voilà, het ziet er nu zo uit. Poster hangt hier. Hier hangt Helga, voor mensen die Helga niet kennen natuurlijk. En hier hangt ze allebei. Dus perfect, hè. Nusje hier. Alle mensen die ik graag heb. Perfect, hè. Heeft er heel mooi gedaan. Heeft een mooie foto trouwens in de kleur, want hij hangt hier ook in het zwart-wit. Dus dat vind ik wel mooi gedaan. Prachtig. Dus ik heb daar nog wel op Enzo gepast. En voor de rest heb ik echt niet zo heel veel gedaan. Juist wel opgeruimd en zo, de kerstboom is ook helemaal weg. Dat is toch wel de helpen, dacht ik van ja, kom, laten we die dan eenmaal weg doen. Dat ik die nog wel laten staan. En voor de rest is eigenlijk nog niet heel veel gebeurd eigenlijk. Dus wat het eigenlijk is eigenlijk. En ja, voor de rest niet zoveel eigenlijk. Dus we hebben ook nog, ik heb mensen wat fotoshoot gedaan en zo die dingen allemaal. Met de slee, dat vond ik wel leuk eigenlijk ook, omdat het een beetje... we hebben ook nog een handafdruk gedaan. Die kan ik ook nog laten zien, dat ga ik jullie ook eventjes laten zien dan. Even. Zo, hier zie je dus de boom is hier helemaal weg. En we hebben ook nog een handafdruk gedaan voor Enzo en Mie. Vind ik wel leuk eigenlijk gedaan. Dit is het. Dat is dus leuk, hè. Ja, leuk eigenlijk gelukt eigenlijk. En we hebben dat ook wel hier nog... een paar keren gedaan. Dat zijn aan zijn handjes. Ik vind het wel leuk voor later ook. Eigenlijk om te doen. Dus deze ga ik ook nog trekken. Dus, allez. Dus ik hoop dat je dit een beetje een leuke video vond. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen...